Ik denk ook dat luisteraars nu denken: Ben ik in de biologie-podcast ja, terechtgekomen? Maar we gaan dit zo naar Sport dus, vertalen. Dus. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol. Niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over last van hooikoorts tijdens het sporten. Wat kun je doen? Een waterige loopneus, jeukende ogen en een kriebel in de keel. Sporten met hooikoortsklachten is geen lolletje. Is het wel verstandig om te trainen met hooikoorts? En is er eigenlijk iets tegen de klachten te doen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Goedemorgen! Goedemorgen Gerrit! Dan zijn we weer. Het is ja. hoogzomer in de korte broek. Mooie taan erop. Zien de kijkers nou, op YouTube? Ja. <laughs> Hoe is ie? Ja, goed. Ja? Ja. Hoe is het met de neus en de ogen? Heel goed. Ja? Terwijl ik in het verleden daar wel heel veel last van had namelijk. Ja. Dus ik vind het leuk, uh, leuk onderwerp voor wat, uh, wat we hebben uitgekozen. Vandaag. Ja, een mooi onderwerp. We gaan ja. het hebben over hooikoorts. Naar aanleiding van een uh, mail van een van onze luisteraars. Jasper Verder stuurde ons bericht. Ja. Maar ook omdat ik merkte in mijn trainingsbegeleiding in de lente. En misschien was ik een beetje op het goede spoor gezet door Jasper. Dat ik dacht, oh ja, ik heb ook hooikoorts. En ik ja. had daar ook wel op een gegeven moment last van. Jij merkte dat wel. Uh... Nou, wat ik merkte, om er maar meteen in te schieten. Ik was opeens heel erg moe. Hmm. En dat had ook te maken met dat ik veel aan het trainen was. Dus mijn uh, vermoeidheidscurve in de trainingspeaks die stond ook hoog. Ja. Uh, en tegelijkertijd. Ik, ik had het gevoel dat ik maar niet wakker werd. Ja. Dus toen dacht ik ergens: eens, Goh, zou dat nou de honderdheid ja, zijn? Dat is toch, toch een van de ja, effecten? Het kost energie. Dat, dat is ook wat de mail van, van Jasper. De vraag eigenlijk is: van... ja, kun je nog wel gewoon blijven trainen. terwijl je, je eigenlijk niet zo lekker voelt? En, ja, zou ik hem eens voorlezen? Er tegen Jasper, doen? Uh, Jasper ja. verder schreef: Nu de afgelopen dagen de zon zich veelvuldig laat zien. Dat was het begin van de lente, hè, schreef hij dit, april geloof ik. en daarmee ook de pollen talrijk, talrijk aanwezig zijn. vroeg ik me af of er wetenschappen wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de invloed van pollen slash allergenen op duursport. En of medicatie hier nog een bepaalde factor in kan zijn. Ik merk zelf nu in de aanloop naar 10 april, de is hij, die ja. befaande marathon, dat ik weer meer vermoeid ben. Daardoor wat minder zin en fut om het eind van de middag of de avond nog te gaan lopen. En als ik eenmaal ga, ik toch ook wel moeite heb met mijn luchtwegen. Nou ja, Jasper, we gaan het voor je uitzoeken. Uh, Hooikoorts, wat is het? Ja. Wat is er uh, op gestudeerd? En uh, wat is het advies? En op het einde gaan we even zoomen met onze vaste sportarts Vr Guido Vroemen. En ook uh, aan hem maar eens dat medische perspectief vragen. Zeker hè? kijken of hij nog uh, goede middeltjes heeft. Ja, en, uh... in mijn interactie met ja. hem toen ik dit schreef, kwam daar verder geen... Nee. Uh, er gebeurde eigenlijk niks. Nee, hij oh, zei, uh, niet ja, eens zou van... kunnen. Oh, Oké, okay. zou kunnen, ja. ja. <laughs> en uh, zullen gewoon niet piepen, uh, niet piepen, ja. doortreden. Ja. Um, dus laten we maar bij de baas beginnen. Ja. ik Korts, ik uh, heb het volgens mij al jaren niet zo heel erg. Ja. Ik kan uh, heel veel jeukende ogen krijgen. Ik kan nisaanvallen aanvallen krijgen. Ik gebruik daar geen structurele medicatie voor. Ik denk, nou, ja. gaat wel over. Nou, ik heb echt als kind nou, uh, heel erg gehad, zeker. Ja? Wat ik, had je dan? Ja, berkenbomen uh, had ik last van. Nou ja, het begint inderdaad met uh, ja, uh, niezen. Ja. Rooie ogen, maar dat vond ik niet zo erg. Het ging mij die keel, dat was echt ah, ja. een hel. Zo'n klacht krieb. ken ik niet. Nou ja, ik weet nog wel, uh, mijn kinderen bijvoorbeeld, die werden helemaal gek als ik het had, <laughs> toen ze nog jong waren. Ja. Want dan zat ik gewoon, ja, zo'n, een, een beetje geluiden te maken. Ja, ja. En af en toe ging het echt van. Oh, dit is heel fijn voor podcast denk ja, ik. Nou... En zo ging het de hele dag door. hè? En ja. zei pap, hou nou eens op. En ik zei, ja, hier kan ik niks aan doen, Dat is koorts. Ja. En dan uh, bij mij was het ook overlap van ja, wat de oorzaak was. Daar nou, kunnen we het zo over hebben, welke allergenen dan ja. precies dit ontlokken. Maar zelfs dat ik uh, dan kon ik ook geen noten eten. Hey? Dat, nee, dat had ik. En, en ik heb zelfs een periode gehad dat bier ook op mijn keel sloeg. Ja, ja, pils. Ik heb ook altijd heel veel last van bier. Nee, Daarom drink ik ja, ja, het echt, ook niet meer. En dat je het slok nam en denkt, ja, maar hier ja, kreeg je ook nog even versterking van dat gevoel van die keel. Dat die gewoon, ja, een ruw sch schuurpapier dicht zat. Nou ja. En dan heb je het ook, nee, dan, dan zit je niet lekker in je vel. Je slaapt slecht. Uh, ja, precies. En als je dan moet gaan ja. sporten, nou, ik denk dat iedereen die hier last van heeft herkent wat Jasper schrijft. Ja, maar ik Veel ben er dan. overheen, denk ik. Ja, je praat Want, in de verleden tijd. Ja, dit jaar heb ik er niks meer van, uh, eigenlijk. Nee, Alleen niks. dit jaar? Vorig jaar nog wel? Nee, laatste jaren okay. eigenlijk. Dus uh, nu heb ik even de cijfers ook maar opgezocht. Ja. Eén nou, op de vijf Nederlanders heeft er toch wel last van. 1 op de 5. Ja, en dan praten ze over de categorie, leeftijdscategorie 5 tot pak een beetje 45. Ja, daar, daar zit ik overheen. Dus, ah, uh, je kan er overheen ja, groeien. of Ja, zo? dat is het idee dan. Met een piek ergens tussen 15 en 25, 30 jaar. Oh, ja, wat interessant, dat heb ik nooit geweten. Nee. En terug naar die basisvraag: wat is ja. het? Het is een allergie. Ja, het is een acute allergische reactie op nou, pollen ja. of stuifmeel. Ja. Dat is in principe een hooikoorts. Wat verder eigenlijk niks met koorts. Je hoeft geen koorts te hebben. Nee. Uh, hooi, ook niet echt. Nee. Zijn meer uh, ja, grassen of allerlei andere soorten stuifmeel die bomen ja. en gewassen loslaten. Ik, ik heb nog zo een lijstje van welke dan precies. Ja, want jij roept al meteen. Ik heb het van de berken. Ik ja. heb zelf het idee dat ik het inderdaad ofwel van eiken heb, als de eiken hier in ja. bloei staan, of inderdaad een bepaald gras. Ik weet ja. niet welk gras. Ja. Maar is een soort, uh, soort klein window in de lente de, 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 dat ja. ik het heb. Maar dat is ook het andere. Want jij, ik weet dat je de eerste keer zei uh, van uh, ja, maar dat gaan we niet in, in juni uh, behandelen, want dan is het seizoen over. Ja, want deze mail uh, ja. merk je al. Die kregen we begin ja. april. Het voorjaar is. Er wordt altijd gezegd van uh, ja, dat is het hooikoortseizoen. Toch hoeft dat niet zo te zijn, uh, eigenlijk, want het, uh, als je, ik let er laatst op toen ik even naar de apotheek ging, dan hangen van die posters en daar hebben ze ook mooi allerlei allergenen staan, of de, de soorten stuifmeel, soorten ja. pollen, ja. en dan de maanden dat je er last van hebt. Uh, nou, en dat is eigenlijk bijna, sommige inderdaad, tussen april en juni, maar andere juist weer in het najaar. Dus je kan wel praten over volgens mij een seizoen uiteindelijk tussen uh, maart en uh, november. Het is iets van echt uh, 42 weken. Ja, kun je kan, kan is het, het seizoen? En dan Lappen. heb je natuurlijk mooie sites tegenwoordig met een kort Ik wou zeggen. Ik zit even terwijl, jij en, zit te praten ja. te kijken. Ik dacht toch, ja, dat klopt. Op buienradar, de app. Ja. heb je nu dus ook een laag, en dat is de Pollenradar. En ik zie hier een kaart van Nederland uh, vandaag, 23 juni, uh, tussen oranje en donkerrood in uh, Zuidoost-Nederland. Ik ben wel benieuwd. Vanochtend ja. is het eerst nog zonnig, later in de middel staat binnen. Ja, dat is het weer. Ja, maar wat, wat, wat vertelt dit me nu? Komende uren. Nou, ik weet niet zo goed wat, de wat ik moet lezen in de pollenradar en wat donkerrood dan betekent. Ja, dan is uh, denk ik. Uh, kijk uit. En, uh, uh, pollen in de lucht, laat ik het ja, zo precies. zeggen. Dus ja, precies. Ja. En, maar ja, en dan? Wat ga je dan doen? Ja, nou ja, het begint er dus mee met die pollen. Wat het nu een beetje de vraag is eigenlijk, die één op vijf, gaat dat meer worden nu we toch ja, uh, opwarming van aarde hebben? Meer zonnige dagen. Ja. Waarom doen zonnige dagen het zo goed? Dat is uh, enerzijds, ik denk, dat we meer buiten zijn. Uh, anderzijds, met name die pollen, die ja. uh, ondervinden ook een soort, uh, of die gewassen, een soort stressreactie als het heel warm wordt. Ja. En dan laten ze meer pollen los. Dan laten ze meer stuifmeel los. Dus Oké. Okay. Stressreacties. Dus. Plus het feit dat het uh, eigenlijk de temperatuur. Uh, ja, uh, gemiddeld genomen omhoog gaan. Meer zonnige dagen. Ja. Vandaar dat ze. Nou, het, 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 het pollenseizoen. Is aan het toenemen de laatste ah, jaren. En dit is dus wat ik zie op de Bijrader app. Dus dat is een, een, een link tussen mooi weerdagen ja. en als er dan een aantal dagen mooi weer is, wordt het vanzelf donkerder. Precies. Dus ja. En helemaal is niet regend, want ik ja. neem aan dat de regen de lucht een beetje schoon wast. Ja. Nou ja. Uh, en graspollen bijvoorbeeld zijn heel licht. Dus ja. die gaan heel, die, die drijven makkelijk mee in de, in, de, in de lucht met de wind mee. Dus de wind is een belangrijke factor daarbij dus je hebt uh, lichte pollen en zware pollen kom ik dan achter. Ja. Nou, ik heb even zo'n zo, zo grafiekje even bij Dan Noem eens een paar uh, uh, ja gewassen met uh, die met, met alle ja met met pollen waarvoor je allergisch kan zijn. De els. Ik weet niet hoe die eruit ziet jij. Een els. Nee. Ja. Ik maar denk is, ook dat luisteraars nu denken: Ben ik in de biologie-podcast ja, terechtgekomen? Zo, maar we gaan dit zo naar sport vertalen. De Cyprus-familie Taxus, de Berk, had yes. ik het al over, de Eik, ja. Zuring, Grassenfamilie, Brandnetel zelfs, ja. Alsem en Ambrosia. En dan hebben ze een beetje onderscheid gemaakt tussen de piekpollen per kubieke meter over 24 uur. En dan blijkt gewoon de berg de allerhoogste uh, te zijn, ja, die dus geeft de meeste pop ja, af. Dus maar als je daar niet... allergisch voor bent, heb Nee, je daar veel want last dat, van. Ja, oh. daarnaast is een staafje van mate van allergeniciteit. Ja. dus die berg, ja, die, die laat wel lekker veel dat is los. Is het eerst van mijn leven dat ik dat woord lees? Maar allergeniciteit. wil niet. Ja, het geeft toch niet de heftigste reactie bij mensen. Wie is dat dan wel? Ja, dat is duidelijk de Grassenfamilie. Ah, toch? Ja, ah, ja daar ben ik ook lid van. Uh, en de Alsm en Ambrosia ook. Maar die Ambrosia die, ja, die heeft een piekpollen per kubieke meter van maar één. Ja. Tegenover de berg, 150. Dus dat, dat ja. kan. Nou ja, dat is een beetje. Hoeveel ligt er in de lucht en hoe gevoelig ben je ervoor eigenlijk? Precies. En dan hebben ze allemaal inderdaad een verschillende uh, seizoen waarin zij uh, goed gedijen. Uh, de grassen tussen uh, mei en september. Maar bijvoorbeeld de els in januari tot maart en in december. Dus dat lijkt bijna. Uh, er zijn nog maar twee maanden helemaal wit. En dat is uh, oktober en november. Dan, oh, okay. dan heb je op dan zich. Dan kunnen we lekker vrij ja. sporten. Want daar gaan we het natuurlijk ja. over hebben. Nog, nog één ding om hooikoorts goed te begrijpen, maar niet zozeer uh, die planten. Maar ons menselijk lichaam. Ja. Acute reactie herkennen we, tranende ogen, snot in de Precies. neus, dat heeft daar natuurlijk mee te maken, uh, keelpijn blijkbaar. Wat zijn nog meer effecten op het lichaam van een hooikoortsreactie? Ja, nou, het is eigenlijk, dus het lichaam heeft het idee van, dit is een indringer. Mm -hmm. ja, normaal heb je nu, het immuunsysteem is voor virussen, bacteriën, schimmels, noem maar op, de, de dingen die niet in je lichaam moeten komen omdat ze uiteindelijk zich willen vermenigvuldigen of... Uh, ja, dingen doen waar je uh, schade toebrengen ja. ja, dat zou je op zich bij dit soort dingen niet zo verwachten. Nee. Maar ja, het zijn wel lichaamsvreemde uh, stoffen, natuurlijk. En wat je kijkt in een acute reactie, heel snel. Nou, dat herken je wel. Waarbij er allerlei hulptroepen vanuit uh, uh, de, de ontstekingscellen, immuuncellen worden gebracht naar de plek waar de allergenen binnenkomen. Dat is met name de neus, -ogen. neus -ogen, ja. Dus vanuit eh, de tranen. Ja. He, spoelen. Nou, dan heb je twee soorten. De mestcellen zijn daar heel berucht. Mestcellen zijn heel grote ontstekingscellen. En die hebben veel uh, ja, uh, granulen. Dat zijn eigenlijk uh, depots. Met veel histamine erin. Onder andere ontstekingsmediatoren. Histamine, de bekendste. Maar dat is een hele rits aan allerlei stoffen die ze los kunnen laten. En die gaan in naar die mestcellen. Die gaan ook eigenlijk op bij zijn reactie, ja, uh, laten hun granules los En ja. al de inhoud, dus inclusief de histamine gaat eruit. En die histamine, ja, die heeft een aantal uh, kenmerken. Ten eerste uh, zet de bloedvaten open, dus gaat extra bloed naar die plek toe. En ten tweede maakt het uh, de bloedvaten lek, ja. waardoor je heel makkelijk allerlei stoffen gaan naar buiten treden. Ja. Nou, en dat is kenmerkend aan bijvoorbeeld ook rode huid, die je kan hebben bij een allergische reactie. Ja. ja. En uiteindelijk is dit voor het neus: slijmvlies gaat opzetten, ja. en uh, trekt nog andere ontstekingscellen aan, uh, ontstekingsmediatoren, allerlei stofjes. Die gaan, ja, die, die gaan uh, hebben het idee. Ja, ah, daar zit een, uh, een virus daar bijvoorbeeld, of een bacterie, en die gaan daar ja, een hele overdreven uit de hand uh, lopen, uh, gelopen ontstekingsreactie op loslaten. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Plus, nou ja, dan heb je het al, rode ogen, maar je kan ook last van je huid krijgen en ja. uiteindelijk ook je luchtwegen. Dus het kan dieper komen. En daarvoor is er dan ook een link vaak tussen uh, astma en hooikoorts. Kunnen het misschien met kido ook nog over hebben. Je hebt bepaald allergische astma bestaat. Kijk, en dan ben je wel een stapje verder, want als je echt astma krijgt, astma klachten bij bijvoorbeeld bij het sporten. Ja. Ja, dan weet je al, ja, dan krijg je, ja, je, je longfunctie uh, wordt minder en dan gaat het kosten natuurlijk van je zuurstofopname uiteindelijk. Ja. Ja, uh, dus dat is een beetje de vraag van in hoeverre ga je nou, is, is de prestatie, wordt die beïnvloed door dit soort klachten? Ja, want ja. dat is natuurlijk de hoofdvraag waar ja. we naartoe willen. Ik heb nog één slotvraag, die, die vermoeidheid waar Jasper over mailt ja. en die ik dus herkende, al dan niet ja. door Jasper uh, geprimed. Hoort dat er dan ook bij? Ja, of? dat is denk ik gewoon de mate van als jij je kent het als jij een ontsteking ergens hebt of een. Ja, ja uh, je lichaam is ja, gewoon aan de gang. Je kan een lichte verkoudheid tot een uh, ja een stevige uh, en dan merk je meteen ja al dat dit kost heel veel energie. Dat Jouw is lichaam het. is gewoon dat bezig is met allerlei processen die uh, nodig zijn om die ontsteking of in dit geval die allergische reactie op te lossen. Ja. Uh, en dus heb je die energie niet meer beschikbaar uh, voor een hele stel uh, en, ja. en ik denk daarbij: van ja, als jij alles wat met, met uh, neus, uh, ogen, uh, keel te maken heeft, je slaapt daar niet zo uh, lekker op. Dus je, het gaat kosten van je hoef, kwaliteit, kwantiteit slaap natuurlijk. Ja, uh, ja en mentaal waarschijnlijk. Je kent van mezelf dat je echt gewoon slecht in je vel zit. Omdat je gewoon baalt weer van ja, weer zo'n dag. Ja, ja je voelt ik? je niet optimaal. Ja. En dat heeft dan weer een effect ja. natuurlijk hè, op uh, het, uh, het ja. brein. Laten we maar eens naar dat sport vertalen. Ho, ho, wacht even. Eerst even dit: slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door. Oftewel herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip, powered door onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over de invloed van vegetarisch eten op herstel. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover? Nou, wist je dat de spieraanmaak na inspanning net zo snel verloopt wanneer je plantaardige eiwitten eet in plaats van dierlijke? Dat laat recent Maastrix-onderzoek zien. Hmm. en hoe gebruik ik dat deze week nou concreet om aan de slag te gaan met mijn herstel? Nou, door na je training gerust eens wat sojabonen of cashewnoten te eten. Heerlijk en goed voor je spierherstel. Powered by BlackRoll. Nou, maar naar dat sport vertalen uh, wetenschap. Ja. Wordt hier onderzoek naar gedaan? Ja, nou ja, er wordt met name gekeken van hoeveel sporters hebben hier last van. Er oh ja. zijn wel wat studies gedaan. Maar het enige uh, interessante zou dan zijn, zijn het er meer of minder dan één op vijf? Toch? Ja, daar lijkt het dan wel op. Uh, want nou ja, ze hebben bijvoorbeeld. Uh, kan ik me herinneren? Drie studies heb ik snel gevonden. Eentje was. Well, Ierse atleten, grote groep, en uh, serieuze atleten, rond de 250. En daar hebben ze echt gekeken van, dat is de netste manier denk ik, die hebben gewoon die allergenen dan ingespoten onder de huid. Hè? Zo. Ik heb wel zo'n test ook gedaan om te zien, om erachter te komen, waar ben je precies allergisch voor? Want er zit dat overlap voor bepaalde pollen, daar hadden we het al over. Uh, noten, bepaalde noten. Uh, huisstofmeid is ook een goeie. Ja, daar ben ik ook heel allergisch voor <laughs> ja, trouwens. Ja. Uh, katten ben ik ook allergisch voor. Uh, dus ja, dan heeft het merk, merk de huidschilfers haren van, van huisdieren. Nou ja, en we, we, dan kun je zo'n hele rits wordt dan in je onderarm ingespoten. Hele uh, ja, bepaalde doses hebben ze dan precies uh, mooi afgebakend. En dan kijken ze eigenlijk naar gewoon de, ja, de zwelling uiteindelijk van die plek waarin het wordt ingespoten. Hoe rood wordt het? Hoe, hoeveel zwelt het? Uh, gaat het kriebelen ja of nee? En nou, nou, dan kun je zo, uh, ja ik kan me herinneren iets van 10 stofjes, maar misschien dan kunnen ze wel meer doen. En dan kun je gewoon zien ja waar ben je nou wel of niet allergisch voor welke allergenen. Helder, dat is de methode om ja. allergenen testen te doen. Ja. Dat hebben ze bij 250 Ierse ja. sporters gedaan. En dan kwamen ze achter dat volgens mij rond de uh, 30% had uh, inderdaad een reactie. Een reactie? Ja, en dat, dus, dat kan 1 op de 10 zijn. Ze hebben dat verder niet uitgediept. Ja jawel, uh, graspol het meeste. Ja. Ik me uh, ik zal het even de cijfers. Je bedoelt 1 op de 10 en... allergenen die ze getest hebben. Ja, 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 ja. 16% uh, gras van die. Het waren om 27% allergisch. 16% voor graspollen. 22% en uh, En wat wel, uh, Poolse atleten hebben hetzelfde gedaan. Ook 17%. Uh, dus ja, het lijkt net iets meer dan de gemiddelde uh, populatie. Zwemmers trouwens, uh, ja, veel meer. Wat veel beetje, meer. Ja, 71%. Maar daar hebben ze, dan dus doen ze hebben ze een, een, een controle of een, een test gedaan met mensen die veel zwemmen. En die bleken veel. Ja, maar, te zijn van kort. zeg je dat nou? Ja, maar daar hebben ze niet. Want dat is de andere manier. Dit is de nette manier. Ja. De andere manier is gewoon vragen. Heb jij Vragenlijsten. Ja. ja, en dat was 70%. Ten opzichte van een groep recreanten die ook zwom. En dat was 40%. Ja, dan kun je net in het seizoen zitten. Ja, maar er is waarschijnlijk ook iets gaande als jij vaak in zo'n zwembad uh, zit. Ja, die krijgen al sowieso veel astmatische klachten. Is dat zo? Uh, ja, is toch het chloor ook in het zwembad doet wat op die uh, luchtwegen sowieso. Waardoor, ja, ik voel je ook... een soort luikje naar een hele aparte aflevering. Nou, Dit zijn toch rare feitjes die nou, je ja, hebt, roept. Ja, nee, maar het is toch. Het, uh, we hebben het eerder over gehad, denk ik, in de doping-afleveringen. Waarom ja. zoveel van die topsporters en eh, van die hebben. Dat is onder andere ja, de, de hardlopers, de wielrenners, omdat ze vaak in de buitenlicht ja. zitten. Uh, vieze stoffen moeten uh, inademen en vooral diep inademen. Omdat ze en zo... Even voor de mensen die de doping-specials nog niet hebben teruggeluisterd: ja. de, de Cynicus zegt natuurlijk: ze hebben allemaal ja. astma omdat ze dan medicatie kunnen slikken om uh, hun luchtwegen te verwijden ja. En dat is doping. Maar er bleek toen ook uit dat het ook echt zo is: ja. dat veel topsporters die veel buiten sporten, astmatische klachten ontwikkelen. En dat is dus ja, omdat zij veel vaker worden blootgesteld aan uh, ja, uh, schadelijke stoffen. Ja. Oh, ja, en het komt weer terug. En andersom was ook: als je als kind met astmatische ja. klachten wordt gediagnosticeerd, zeggen ze ook vaak: ga maar veel naar buiten. Precies. En dat is dan waardoor je ook sportiever wordt en waarschijnlijk als topsporter komt boven. Ja, dat is een beetje ja. De, van ja heb je dan uiteindelijk misschien uh, juist een extra trigger heb je vanaf je kind af aan veel ja, gesport met een soort beperking al een beetje licht astmatisch. Ja. waardoor je de rest van je lichaam daarop uh, ja voor gecompenseerd heeft. Ja. We zijn er je... zijn weg, maar daardoor zijn is, is het dus niet zo het... dat die zwemmers ook veel. Ja, een, ik denk door het kloor uh, met name. Uh, ja, ik weet niet hoe hoe voel jij je in een zwembad. Ik vind het nooit een fijne omgeving sowieso. <laughs> nou, Daar durf ik niet in mee te nee. gaan. Ik okay. vind dat toch wel. Uh, nee, ja, ik bedoel, chloor stinkt. Maar ja. ik vind een zwembad wel een fijne ja. omgeving. Nou ja, ja, dat en was, buiten is zwemmen een helemaal. Ja. En een andere is dan natuurlijk dat één dat op de drie sporters dat meer heeft. Denk ik ook de blootstelling aan. Uh, ja, je bent vaak buiten aan het sporten. Ja. Ja. Uh, je gebruikt je ademhaling ook wel wat uh, steviger en wat dieper en vaker. Je trekt het goed naar binnen. Ja. Ja. Dus jouw blootstelling, denk ik, vergeleken met mensen die minder of niet sporten, is als sporter wat, wat groter aan andere ja. genen. Ja. Um, dus, ja, de, de, de meest interessante vraag natuurlijk. En ik begin te vrezen dat hij er misschien niet is. Maar is er een studie die heeft proberen te kwantificeren wat het effect van hoorkoortsklachten op de prestatie ja, daar is. Daar heb ik echt naar gezocht van om dat goed te doen, dan moet je eigenlijk weten van een groep mensen die het krijgen en ze dan op meerdere. Ik ja, kan niet vergelijken natuurlijk. Maar ja je kan niet een groep uh, hooikoorts tijdens het seizoen en en niet hoijkorts uh, uh, klachten uh, met, of sports met klachten vergelijken nee want je weet hun basale waarde niet je kan niet. hooguit het omdraaien en kijken hoeveel van de toppers hebben ja. hoijkorts klachten ja nou dat is gebeurd in uh, in, in inderdaad in de Duitse studie ja uh, ja, een grote groep mensen vorig jaar die onder andere Marathon liepen en, en volgens mij naar school gingen bij de een van de, de sportschool. De, ik zie dat als een soort sportacademie. Ja. De Alo of zo. Ik zal eens even kijken om hoeveel mensen het, het, het ging. Uh, dat is namelijk een best wel een grote groep. Van 636 Kijk, mensen. Dat is een flinke studie. Ja, nou en 42% kregen een vragenlijst. Hè? 42% ja. zei inderdaad: wij hebben al last van hooikoorts. Waarvan 30% ook van astma. Oké. Okay. Dus die link uh, die zit er steeds. En je noemt dit, dit zijn dus sportieve mensen. Niet per se topsporters. Nee, maar wel sportieve, uh, goed ja. getrainde recreanten. Zeker. Die krijgen deze vragenlijst. Ja. Dus dan zien we eerst alweer. Komt, lijkt meer voor te komen dan het vuistweg gemiddelde 1 op de 5. Ja. En wat vonden ze nog meer in Duitsland? Um, nou, die 1 op 5, volgens mij heeft die. Dat ja is. dat begon jij net ja, in dat de, klopt in de aflevering maar dat wordt volgens mij gemonitord aan de hand van hoeveel mensen daadwerkelijk naar de huisarts komen oh, dus ik denk dat dat een onderschatting ja, is zeker ik ben nooit ik ga nooit naar de oh, huisarts voor ben wel kort. geweest vandaar dat ik volgens mij die hele test heb ja gehad jij en, wel uh, maar ja. ik niet dus dan maar kun, niet kun je elk mij al sowieso ja, of, ja nou ze zullen heus wel eens, uh, dat zal wel zo'n jaarlijkse monitor zijn waar een vaste groep mensen wordt uh, gebeld van ja. hoe zit het dit jaar uh, vier van de vijf van die Duitse sporters die gaf aan ja, dat het de sportprestatie beperkte. Ja, wederom, op basis van vragenlijst. Ja, nou, dat is serieus, hè? Ja. Dat is een serieuze beperking. Maar dan komen we op de belevingswereld van Jasper Verder en mijzelf. Ja. En wat jij zei, ja, dat idee heb je ook als je ja. met zo'n snotneus probeert diep te gaan. Nou ja, dat, dat zal en daar moet je dus en vooral als er een link ligt met astma, dan kan ik me voorstellen dat jouw uh, ja, de, de beperking in jouw luchtwegen en longfunctie is, ja, minder zuurstof opneemt. Uh, maar daadwerkelijk echt goed getest, dan zou je gewoon uh, ja, mensen uh, met of zonder hooikartklachten een seizoen lang moeten volgen. Ja. En dan kunnen zien wat, wat gebeurt er op het moment dat jij of midden in het, het pollenseizoen zit. Ja. Wat doet dat met jouw V2 Max bijvoorbeeld? En ik zou wel een willen een weten, maar dat is vast niet geteld. Kunnen we volgende week gaan doen. Uh, hoeveel van de Tour de France toppers ja. hebben hooikoorts? Ja. Het zou natuurlijk interessant zijn als hooikoorts niet voorkomt in het peloton. Ja. Dan is dat wel een indicatie dat het ja. niet bevorderlijk is ja. voor je sportprestatie. Maar dat is denk ik dus de, de stap. Tenzij taalig... er weer een medicijn ja. is wat je lekker ik, de bloedvloed. Ik, doet ik hoor eigenlijk nooit dat het uh, een megaprobleem is. Omdat zij. Uh, er valt wel genoeg tegen te doen. Ja. Uh, medicinaal zullen we maar zeggen. Dus daar gaan we met Guido, Guido over praten. Ja, de, de andere. Uh, uh, kijk, ook in die Duitse studie werd gevraagd: wat doe je eraan? Nou, en dat vonden zij met name, uh, wat wel interessant was, waar die onderzoekers zich een beetje zorgen over maakten, zeiden ja, een hoop mensen, die deden er wel wat aan, maar er waren een beetje huistuin- en keukenmiddeltjes, ook alternatieve therapieën. Uh, bij de vraag waarom pak je het niet serieuzer aan, bijvoorbeeld met, met echte pillen, uh, want meesten hielden het op neusdruppels, maar je kan ook uh, echte pillen, ja, antihistaminica, daar zullen we het met kido over hebben. De gaat van ja, maar het geeft bijeffecten. En volgens mm -hmm. mij speelt dat er ook doorheen dat daar toch het idee is van uh, ja, pillen. Hm. Waarom sowieso? En antihistaminica als pil. Die kun, daar kun je een beetje duf van worden. Volgens ja. mij was dat ook uh, wat, wat Jasper. Uh, nou ja, die schreef überhaupt dat hij zich ja. vermoeid en duf voelde, maar niet per se door de medicatie. Maar volgens mij, uh, die Duitse onderzoekers die zeggen ja, maar met immuuntherapie. En dat is uh, wel een interessante vraag, ook voor Guido. Dan ga je eigenlijk die test die ik deed, die ga je dan herhalen. Doe je drie tot vijf jaar lang, prime je eigenlijk iemand door die allergeen onderhuids in te spuiten. Ja. En dan net zo, ja, niet te veel, dat wel het immuunsysteem een beetje op gang komt, maar niet helemaal over de top en helemaal, uh, ja, dat, ja, dat je echt klachten gaat krijgen. Op die manier ga je eigenlijk je immuunsysteem laten wennen aan dat allergeen. En dan moet je ja, een paar jaar wel volgen. Ja. Met tussenpozen. En op, die, op een gegeven manier ben je dan ja, eroverheen eigenlijk. Ja. Uh, en, en, en die onderzoekers die, ja, die pleiten daar dus heel sterk voor dat bij serieuze het heet sporters. Hier, heel stoer woord immuuntherapie. Ja. Dat is eigenlijk zo'n vaccinatie. Je, ja, ja, in feite ben je gewoon je immuunsysteem aan het trainen ja. dat het niet meer triggert op ja. deze allergenen. Ja, ze noemen het een allergene uh, vaccinatie eigenlijk. Ja. 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 Dus ik was benieuwd eigenlijk of dat inderdaad normaal is nu ook eigenlijk bij in topsporters. De topsport. uh, ik hoor uh, heel veel uh, open ja. eindjes en ik denk dat mensen die zover aan het luisteren zijn geweest oplossingen willen. Ja. Jij zegt, ik steek nog even... Mijn ja, bril op, omdat, naar uh, voor de recreant, uh, wat zijn de tips? Uh, ja, uh, zet een zonnebril op. Ja, maar dat op. doen we zo met Guido. Oh, lekker okay. gaan we oplossingen ja. bedenken, toch? Ja. We gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We hebben het over een... Uh, Lekker onderwerp. Heb jij uh, last van hooi Nee. Nooit gehad? Geen rode ogen, geen snotneuzen, ja, geen nieuwspartijen? Ja, dat, een, iedereen krijgt er wel, heeft er wel een beetje last van. Alleen niet zo overdreven dat ik denk van god, ik word er helemaal plat door gelegd. Nee. nee. Want dat is ik dus heb ook uh, wel een beetje kriebel in de uh, ogen, een beetje snotneus, uh, dat soort zaken. Dat, dat heb je een beetje reactie op pollen, heb je dan toch altijd wel. Ja. Maar je ja. komt ze wel tegen, denk ik, atleten, sporters, ja. die er veel meer last van hebben. Ja. En die uh, kloppen dan bij uh, jou als sportarts aan: van uh, help, wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Nou, vaak is het ook een beetje sluipend: dat het dat eigenlijk een training of iets, dat het, goh, dat het van geen kant gaat en dat het zwaar is en vermoeid en dat soort zaken. En dan, gaan ze, dan denken ze meestal, ja, hoe kan, hè, wat is het dan? Het is niet dan niet meteen dat ze dan denken, ja, ik heb het weer, de hooikoorts. Ja. Daarom ben ik heb weer minder goed belastbaar en dan ben ik meer vermoeid en het sloopt me. Dat, dat is meer pas als je erover gaat nadenken, ja, maar wacht even. We zitten weer in een uh, um, pollenseizoen. En uh, lang droog geweest, heel veel stuifmeel in de lucht. Waarschijnlijk heb je daar weer last van. Ach, oh, verrek, ja. Want, want dat is inderdaad het effect wat ik er als sporter van ga maken. Ja, ik heb ergens in onze trainingen dat ook uitgewisseld, dat ik inderdaad zo'n training had. En opeens dacht: ach, ik loop hier toch te snotteren, zou het dat ja. zijn? Mag ik die twee dingen inderdaad aan elkaar knopen? Ja, ja, ja. 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 Vaak zie je, zie je het gewoon, dat gewoon, je, dat je daar, daar dan word je gewoon, het vreed energie van. Hè? De, je wordt er gewoon echt moe van. Ja. En um, een van de dingen die Jurgen mij net heeft uitgelegd, is uh, hoe dat dan komt. Hè? Die tranende ogen en die neus. En dat is nou, een immuunresponsreactie. En uh, een, 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 bijna een overdrijving van het immuunrespons. Ik was toen IGE, wel. IgE, hè? IgE? Ja. Heeft hij dat verteld? Ja, ik ja, ja, denk het wel. In ieder geval mestcellen en uh, ja. Ja. histamine. Ja, ja. ja, zeker. Wat ik toen even dacht, even aan de dokter vragen. Als ik dat als leek hoor, denk ik: hé, hey, maar als mijn immuunsysteem dus zo druk is met pollen aanvallen. Maakt dat dan ook dat ik in die dagen vatbaarder ben voor andere ziektes? Want ik denk dan, ja, het immuunsysteem kan wel met één ding uh, druk zijn. Dus als nee, het met je kan bezig wel met is, meerdere dan... dingen. Ja? het immuunsysteem kan wel met meerdere dingen druk zijn. Het is, als, je met, uh, als je een virusinfectie hebt, dan wil dat niet zeggen dat de bacteriën je dan vrij spel hebben. Want die kunnen ook, aan, die kunnen ook verdedigd worden, zeg maar. Oké, okay, dus dat is verder niet een soort verhoogd risico als ik hooikoorts heb in het voorjaar dat ik sneller ziek word ofzo? Kijk, ehm. Um... Als je immuunsysteem goed is, dan kan die, dat, he, dan kan die daar wel um, een afweerreactie op uh, uh, maken. Soms is het gewoon te sterk en dan krijg je een, 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 ja, een op hol geslagen reactie. Mm -hmm. En ook dat, ja, weet je, te veel reactie is ook niet goed. En de, dan, dan krijg je daar ook een soort um, vermoeidheid, ook daardoor, omdat je immuunsysteem gewoon overdreven veel reageert. Ja, helder. En dan zijn we weer bij dat vermoeidheidssymptoom. Vraag ja. is natuurlijk, ik vertel aan het begin van deze aflevering, ik heb het, maar ik, ik slik er eigenlijk vrijwel nooit medicatie voor. Ik heb een keer uh, dat ik in een openluchtstudio in een gasveld stond en opeens jeuk in de ogen kreeg. Ik dacht, oh, daar heb ik een keer wat pillen gehad. Maar ja. uh, wanneer is nou het moment daar om, om aan de medicatie te gaan voor koorts? Dat is voor iedereen denk ik een beetje individueel uh, afwegen. Wat, wat vind je acceptabel en waar kun je nog goed mee functioneren en wanneer niet? Weet je, als je echt heel veel last ervan hebt, um, en echt als je met name prikkende ogen, heel veel uh, um, niezen. snotneus, dat soort zaken, als dat heel erg wordt en daar heb je daar heel veel last van, ja, dan kun je jezelf wel uh, zeggen van, ja, maar ik wil geen medicatie, maar ja, dan doe je jezelf denk ik wel tekort. Ja, die medicatie helpt wel om die symptomen wat te verminderen. Ja, die antihistaminica, zoals ze dat heten, die zorgen er wel voor dat, dat, eh, dat die reacties wat minder zijn. Maar dan, uh, is goed dat je, jij bent ook al een beetje huiverig, je zegt niet meteen, want je kan ze gewoon kopen volgens mij bij de drogist, in ieder geval als neusdruppels hè. Ja. En uiteindelijk, ja, je hebt ook wel pilletjes die je kan nemen. Uh, Idemdito volgens mij voor kortcoasteroïden ja. uh, als, als neusdruppels. Allemaal verschillende merken, in ieder geval merknamen. Toch zeg jij nou, uh, niet direct doen bij de eerste de beste klacht van... Uh, jij zegt gewoon ja. Ja, weet je, de ene heeft het de denk van, nou ja, ik heb er wel een beetje last van. Maar um, door gebruik, hè, je kunt natuurlijk ook letten op... Um, Zo'n ja. een app. Wanneer is het uh, nou uh, de piek over de dag? Dat je als je buiten moet trainen, dat je daar een beetje rekening mee houdt. Zonder bril op. Um, dat soort maatregelen. Dat helpt. Um, Gewoon heel praktisch, omdat er dan minder pollen in je ogen vliegen of zo. Ja, het helpt wel een beetje. Ja. Kleren wassen, weet ik ja geleerd ja. Uh, volgens mij ja ergens een liefste in de bergen gaan trainen of <laughs> op het strand of zo hè dat soort dingen ja, hoe, hoe ja. hoger je, ja. je zit hoe minder pollen ja <laughs> meer, komt hier goed weer dan een niks een extra meer extra benefit hè? van de hoogste status te ja. hoek ja. maar is, is het er er niet, uh, nou even over die pillen want ik begrijp altijd dat ja. Pollen pillen. ja cederende ja. antihistaminica ja. zijn uh, cederend klinkt niet helemaal lekker tenzij je juist uh, wil relaxen nee. natuurlijk maar hoe zit dat nee. uh, sportarts ja, kijk, als je, als je heel veel last van hooikoorts hebt, word je sloom. Ja. Nou ja. ja, als je die pilletjes neemt, wat staat er bij de bijwerkingen? Sloomheid. Ja, dat is alle, <laughs> hè, weet je, word, daar word je ook een beetje sloom van. Dan denk ik, ja, er, ik ben er sloom van, dan ga ik pilletjes nemen waar de bijwerking van is, ook sloomheid. Mm -hmm. Of de, hè, minder, reactie, minder reactievermogen en zo. Dan denk ik, ja. Het is een beetje kiezen tussen de, uh, uh, in, in, ja, de minder slechtste ja, van ja. De een van de twee. Hey, want jullie hebben het over antihistamine toch even. Ik laat hem ja. een tijdje gaan, maar ik denk nee, ik wil toch even goed begrijpen. Histamine is blijkbaar de, de immuunrespons of de stof die zorgt voor de overreactie. En die probeer je te remmen of zo. Ja, die histamine die zorgt voor die zwelling uiteindelijk. Dat de bloedvaten gaan openstaan, stoffen treden naar buiten. Je krijgt dat oedeem een beetje en het zwellen van het, van het slijmvlies, et cetera. Ja. ja, dat is en dus eigenlijk gaat deze, denk ik, antihistamine. gaan op die histamine receptoren waarschijnlijk zitten. Waardoor histamine zijn werking niet kan. Kan hebben. waardoor ja. je dus minder reageert ja. op de pollen. Ja. De reactie kleiner ja. wordt. Ja. Want ik heb ook je wel eens. Ook. Ja, hè? Je, je, zie... je ziet ook vaak wel hè, wat je al zegt die zwelling. Dat zie je bij mensen die dat heel veel last van hebben juist op, uh, er, uh, op plekken waar de huid dun is. Nou ja, dus hmm. onder je ogen. Hè, dat is vrij dunne huid. Daar zie je dan ook dat je. Dan hebben mensen ook pff, dikke ogen. Ja, dat is ook omdat daar juist de zwelling het meest zichtbaar ook is. Ik heb wel eens geleerd, als, als dus weinig. Uh, ik heb niet zo heel veel last van hooikoorts... En ik vind een, oude, een goede Niesbuien af en toe wel lekker uh, verfrissend. Uh, ik heb wel eens spray gehad. Die zou dan uh, de binnenkant van je neus of zo. De, de, de pollen inpakken of tegenhouden. Uh, dat is een andere methode, of niet? Ja, de neusspray helpt. Al. Het werkt op een iets andere manier, inderdaad. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde. Het heeft als doel om de symptomen um, te verminderen. En, en dat je neusslijmverlies niet zoveel zwelling krijgt van, van die, uh, van die uh, uh, pollen. Ja. Uh, hoe meer dat gaat zwellen, hoe meer slijm er wordt geproduceerd, hoe meer snotneus je krijgt en hoe meer last je er dan van hebt. Ja. Je dan gaat het allemaal dicht zitten. Als je die slijmverlieszwelling daarmee kunt tegengaan, blijft het in ieder geval open, ja. ventileert het beter en bij de, ja, kun je in ieder geval beter ermee ja, presteren. Ja. Zie jij nog, uh, want er is een gr grote relatie hè, tussen uh, hooikoorts en, uh, of een redelijke relatie uh, in ieder geval, en, en astmatische klachten. Hè? Is dat puur gekoppeld of kan het zijn inderdaad, hooikoortsklachten kunnen door astmatisch, uh, de allergische astma kunnen verergeren eigenlijk op die manier. Dus dat het juist voor die mensen wel belangrijk is om antihistaminica ja. te nemen. Die hebben er wel meer last van. Ja. Weet je, het is niet zo dat je, als je astma hebt, heb je ook hooikoorts en nee. andersom ook niet. Nee. Maar het zit vaak wel zo dat, je de, dat de, uh, als je um, astmatisch bent, dat je daar in dat syndroom, zeg maar, dat je daar ook wel, wel een grotere kans hebt dat je um, een of andere allergie hebt in de vorm van bepaalde pollen. Ja. Dan reageer je wat heftiger op. En als je daar dan een wat heftiger op reageert. Je bovenste luchtwegen krijg je ook dat slijmvlieszwelling en dan heb je gewoon een benauwdheidsklachten daarvan. Ja. En als je daar al, als dat zeg maar al een, nou ja, een zwakker punt is, dan heb je daar nog ook veel meer last van. en dan moet je dus, ja, dan, dan is het natuurlijk wel verstandiger om dan wat eerder aan de medicatie te gaan die dat remt. Ja. ja. Wij had het. Uh, ja, ik kwam immuuntherapie tegen als, uh, ja, als aanbeveling van om er ja. echt van af te komen. Ik weet niet, ben jij, jij bent er ook bekend mee? Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een, een allergeen vaccinatie, heb ik het uh, ja. zo, zo interpreteer ik het. Ja. Is dat ja, uh, wie raad je dat aan? Uh, raad je dat inderdaad hebben, Tour de France renners dat inderdaad, omdat we eigenlijk kom ik erachter, ik hoor nooit een renner klagen over echt hooikoortsklachten bijvoorbeeld? Um, ja, nou, het is, dat zou ik eigenlijk niet weten. Of, die, of, of zij dat la zo laten doen. Nou, ik zat bij Jurgen uit te zoeken. Om erachter te komen. Wat is nou het effect van hooikoorts op je sportprestatie? Want dat is natuurlijk uiteindelijk de hoofdvraag in deze aflevering. En toen zei ik: ja, Zien we dit ook in het profpeloton? Ja, toen kwamen wij er ook achter. Ja, we, daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Ja. Nou, er zijn er wel die daar last van hebben. Alleen ja, dan, dan behandel je het. Probeer je het zo goed mogelijk te behandelen. Met uh, medicatie die mag. Ja. neuspray die mag, al die zaken. Um, en met fietsen is het natuurlijk wel zo, um, je hebt heel veel, je komt door verschillende gebieden en, en um, er is heel veel, nou ja, verversing van lucht, dan heb je wel gebieden waar meer pollen zijn en waar minder pollen zijn. Um, en als je in de bergen gaat fietsen, nou ja, wat we al net zeiden, hoe hoger je komt, dan heb je op een gegeven moment daar helemaal geen last meer van. Hmm. Hmm. Dus, dus er zijn ja. wel mensen die dat hebben, maar ja, wat je wel eigenlijk dat, dat desensibiliseren, ja. de zeg maar minder gevoelig maken voor die pollen, ja, dat, dat is wel een, een, een therapie. Dat moet je wel langdurig blijven doen om daar wat minder gevoelig voor te ja. worden. Hetzelfde als een beetje als mensen overgevoelig zijn voor bijensteken. Ja, ja. Dan kun je dit ook op die manier doen. Hè? Steeds een beetje bijengif, waardoor je eigenlijk daar steeds minder heftig op reageert. Ja, ja want dat is niet simpel uh, een prik en een boost. Maar dat nee. is uh, echt uh, drie tot vijf jaar, lees ik. En dan ja, meerdere keren dan ja. een prik krijgen met het allergeen. En, uh, ja. ja, dus dan moet je echt heel veel last ja, hebben ja, weer ja, dat om, om dit traject ja. in te gaan. Nou, de, en dan breng ik me dan terug bij de hoofddilemma wat hier op tafel ligt. en waar we net niet helemaal afmaakten: die uh, medicatie is sederend, oftewel daar word je sloom van. Jij zegt ook, Guido, ja, maar van hooikoorts word je ook sloom. Dus kunnen we, en natuurlijk individuele gevallen, geen algemene regel. Maar hoe kom je er nou achter? Wedstrijddag, sowieso wel medicatie? Ja, nee, ook eens. Uh, help ons eens mee ja. beslissen. Wanneer doen we nou wat rondom het sporten? Ja, je weet van jezelf wel hoeveel last je hebt. Bij bepaalde, in bepaalde periodes, een beetje met pollen, daar kun je er wel achter komen welke pollen je nou last van hebt. En dat, ja. dat, hè, die app, wat is het? Volgens mij een hooikoorts-app. En daar kun je zien welke pollen er wow, uh, ja. uh, nou ja, inderdaad nu in hoge concentraties zijn. Berkenpol is wel een beruchte, hè? er zijn veel mensen die uh, reageren daarop. Nou ja, als je daar heel erg op reageert, dan moet je gewoon nou ja, bekijken. Van, ja, dan he is het misschien wel eens verstandig dat ik eens een keer medicatie ga proberen. En of ik dan beter functioneer. Of ja, ik dan ook precies. makkelijker of beter kan trainen. Als Heet, dat zo nou is. Gaat ga in de training oefenen dan. Net zoals ja. we zeggen met sportvoeding: training the gut. Is het hier dan ook maar even training uh, the medicine, zeg maar? Ja. Gaat ja. nou uitproberen. En kijken of je, daar, weet je, of je je daarbij beter voelt. Dat heb je eigenlijk, hoef je niet eens soms te trainen daarvoor. Dat voel je in het dagelijks leven al. Dat dus je denkt, ja, weet je, nu kan ik tenminste weer normaal functioneren. Ja. Maar je begon met uh, die atleten die eigenlijk van tevoren, ja, voordat voor eigenlijk de echte klachten komen, al minder presteren of hun, hun ja. training kunnen afwerken. Betekent dat een aanpassing inderdaad van het trainingsschema uh, ja, tijdens echte piekperiodes uh, waarin de pollen in de lucht zijn voor jou als coach? Niet dat ik daar nou meteen naar kijk. Van, oh ja, de, de, we komen er meestal, um, het is ook niet altijd zeg maar hetzelfde week. Of, het is wel een bepaalde periode, maar op een gegeven moment als het geregend heeft, is het gewoon over. Ja. Uh, dan kun je gewoon trainen. Ik, zei, dus, ik zit te lachen. Je bent wel consistent hè, want ik schreef inderdaad ook nee nou, ja, misschien is het de kort. Ja. Dat zei ik al eerder tegen je. Ja, daar kwam verder geen reactie nee. op. Ik zeg: "Nou, succes morgen. Probeer het dan weer." Ja. Nou ja, weet je dus het is niet zo dat ik daar rekening mee hou direct nee, want het kan dus ook gewoon gaan regenen en ja. dan denk ik: "Ja, zijn we hier een beetje een beetje rustiger aan het trainen?" Maar ja, doordat het nu geregend heeft, zijn die al die pollen weg. Ja. Dus als het zo is, dan hoor ik dat van de atleet. En als het echt heel beperkend is, ja, dan zeg ik misschien, dan zeg ik misschien wel, omdat ik ook sportarts ben, eerder van nou ja, gebruik maar zertex, die resine, die pilletjes, om te uh, kijken hoe dat werkt. En neusspray. En um, kijk of dat gewoon de voldoende helpt om gewoon weer normaal te trainen. Maar dan hoor ik jou al zeggen als het heel beperkend is. Dus we begonnen deze aflevering met de vraag ja. van Jasper Verder. Die zei, ja, ik voel me vrij belabberd uh, bij mijn hooikoorts. Uh, ik heb een keer gezegd, ik voel me moe. Maar dat is niet heel beperkend. Dat is gewoon normaal horend bij hooikoorts. Moeten we even doorheen. Ja. 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 Maar ja, dat zeg je ook al. Jij, jij vindt dat niet, weet je, niet heel erg. De andere interpreteert dat misschien voor zichzelf. Dan denk ja, pff, ik vind het wel altijd erg. En uh, uh, ik heb er gewoon geen zin in dat ik daar um, last van heb. Ja. ja, Helder. Hey, en het belangrijkste, dus toch nog even om goed de les mee te nemen uit deze uh, uh, leuke, gevarieerde aflevering. Het is dus de afweging dat hooikoortsmedicatie ook je sloom maakt. En die balans moet je dus voor jezelf gaan uitzoeken. Ja, ja. ja. Vaak is het wel zo, gewoon als je echt wel last, veel last hebt, dan neem je dat echt wel um, op de koop toe. Want doordat je die medicatie neemt. Dan heb je de het totale last, hij is, wordt gewoon echt wel minder. En kun je gewoon beter functioneren. En ja, stel dat je, stel dat je nergens last van hebt en je neemt zo'n pilletje. dan denk je ineens: hé, hey, ja. dan voel ik me wat slomer. Maar als je al die heel veel last <laughs> hebt van die hooikoorts. dan voel je, je best wel ja, beter. Ja, ja dan ja. valt dat helemaal weg in het niet. Ja. Weet je, het, ja. Zo werkt het gewoon. Je, je zou het niet als slaappilletje uh, aanbevelen. <laughs> Stress voor de wedstrijd? Nou, neem maar een uh, sederend uh, alsjeblieft pilletje, ja. een kopje warme <laughs> melk. Ja, ja oké, okay. nou, dat doen we top. Dankjewel, Guido. Helder. Volgens mij uh, hebben we hem dan wel uh, uitgerafeld, toch? En eigenlijk met als belangrijkste advies: er zijn hier geen algemene vuistregels die we hier voor iedereen gaan uh, vertellen. Het is individueel gebruik, individueel uh, effect en dus ook individuele last. En ja, het kan zijn dat in jouw seizoen van jouw pol, waar jij zo allergisch voor bent, je je wat vermoeider voelt. Maar ja, train er maar doorheen. Dat noemen ja. we dan training met extra belasting of zo, toch? Ja. ja mooi. Dank je wel, uh, Guido, voor dit uh, goede, duidelijke advies. Dank je wel, Jurgen, okay. voor uh, ja. het, het uh, Biologisch College Alle leuk, leuk. Uh, leuk dat je het zo interessant vond. Ja, ik vind uh, het hartstikke interessant. Ja. Dank je wel, Jasper, verder voor het insturen van jouw uh, leuke vraag. En daarmee kom ik dan ook bij het punt waarin ik uh, alle luisteraars en kijkers ga uitnodigen om uh, vooral contact met ons te op, te op te nemen. Vinden we leuk. Uh, geeft ons aanleiding voor uh, onderwerpen voor toekomstige afleveringen. Of uh, nou, we vinden het ook leuk om je te helpen. Als het kan, proberen we dat. En uh, je kan ons bereiken op een aantal manieren. Via social media zijn wij de Podcast Op Twitter en Instagram maken wij iedere vrijdagochtend, als de aflevering uitkomt, een post. En die kun je dan retweeten of op Instagram zoveel mogelijk hartjes geven, zodat veel mensen die post ontdekken. Of je kan hem doorsturen en op reageren. Je kan ons ook DM'en op Instagram of Twitter. En je kan naar onze website: dat is www.slimmerpodcast.nl. Dan zie je in het menu afleveringen. Daar heb je zelfs links naar alle individuele afleveringen. En uh, op die pagina kun je reageren. Of die link kan je natuurlijk door appen naar iemand uh, in jouw triathlonvereniging, in je sportclub of iemand die uh, hookoorts heeft. Doe dat vooral. Die heeft daar vast uh, baat bij deze aflevering. En je kan ons dus ook mailen, net zoals Jasper Verder, op uh, post.slimmerpodcast.nl. En uh, dan uh, kun je je reacties achterlaten, je aanvullingen geven of uh, eventueel je vragen insturen. En sowieso. Mocht deze aflevering in de toekomst nog eens langskomen... omdat het het voorjaar van 2023, 2024 of 2025 wordt... in het voorjaar ga je natuurlijk weer met uh, korte mouwen trainen. Dat doe je dan natuurlijk uh, in een mooi fris wit sportshirt. Het uh, Slimmer Presteren Podcast sportshirt. En die kan je dan weer kopen via onze webshop. www.slimmerpodcast.nl Slash webshop. En uh, doe dat vooral, want uh, zeker nu in het voorjaar en de zomer... hebben we erg veel mensen die blij worden van uh, de Active Dry capaciteiten van dit shirt. En... Uh, hij zit zo lekker, zeggen ze dan. En wel goed wassen, heb ik begrepen. Als, ja, als om de pollen eruit te wassen. Pollen, ja, zeker. Niet vindt, te warm, dan he, want dan ja. gaat hij natuurlijk kapot. Snap. Mooi. Nou, dan hebben we volgens mij alle call to actions gehad. Gaan we een mooi weekend in. En uh, dan zien we elkaar uh, en spreken we elkaar volgende week weer. Guido, tot volgende week. Tot volgende week. Seizoensafsluiting. Yo. Jurgen, tot volgende week. Yo. Nog even goed om te weten, wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast.